Lastig in en zijn ze verdrongen met een goede start van Visser en van Lefhout aan de binnenkant. En dan gaan ze het elkaar lastig maken. We zien maar nu toch technisch over dat eerste stuk ingaan. En dan pakt ze toch haar voordeel mee hoor. Als ze een goede bocht krijgt en geen gaatje laat, pakt zij hier de whole shot. En dat doet ze hoor. Minuutjes op positie nummer 1. Manon Visser op 2. En dan zien we Dunnik daar meekomen op 3. Maar die heeft daar ook nog Laponder aan de binnenkant. Voor de bijen hebben ze het toe. Maar volgens mij kan Dunnik het gaatje daar dichtgooien richting die tweede bocht. Nee, dat gaat ze dan wel. Ja, dat kan ze zeker. Zij pakt dus positie nummer 3. En ondertussen is Monique van de Valk al heel wat minuutjes los. Volgens mij is zij wel een van de jongste dames hier. Maar absoluut de snelste. Want zij gaat hier de overrijzen zijn titel pakken. Voor Manon Visser. En dan komt Laponder dan toch nog richting het laatste stuk. Gaat ze Dunnik voorbij. En gaat zij weer naar het podium voor de bijenrijders. Michelle Laponder. En de winst is naar Monique van de Valk.